noemen de mobbing, le mobbing contre un petit pays. Dus de mobbing tegen Zwitserland, de hets tegen Zwitserland, heeft hij in de Arabische landen meegemaakt. En ik hoor dat in Brussel, hè, onder Marokkanen die Gaddafi steunen. Ah ja, maar Zwitserland is vervoerlijk, ze willen geen minaretten in hun streek. Dan antwoordde ik, ja maar dan moeten wij ook kerktorens hebben in Libië, hè, die en de klokken moeten kunnen luiden. Hier mogen de klokken niet, in sommige buurten van Brussel, mogen de klokken niet meer luiden, zoals in Saudi-Arabië. Dus als er geen minaretten, als er minaretten komen, moeten er ook klokken zijn in het Arabisch wereld. Dus de investeringen van Italië zouden moeten beschermd worden, heel eenvoudig. Men weet wat er in Griekenland gebeurd is. Men weet wat er nu in Portugal gebeurt. Die landen zijn volledig geruineerd. Spanje gaat volgen. Wij misschien minder, omdat de Duitsers ons heel veel geld moeten. Maar Italië staat ook tamelijk zwak in de eurozone. Zou Italië veel pluimen verliezen in Libië, dan hebben wij één probleem niet meer. De euro als munt wordt gekelderd en de andere landen, Rusland, Brazilië, Indië, China, zullen hun exportaties of hun invoeren niet meer in euro laten betalen. Dus is dat een zwakte voor de hele continent. Dus het feit, ik krijg jammer weinig informatie, ook vanuit Duitsland, over de positie van Duitsland en van Nederland, die weigeren deel te nemen aan die oorlog. Duitsland begrijp ik heel goed, ja, een groot deel, zeker 8-10% van de Duitse olie of van de Duits of van de gas komt vanuit Libië. Dus de echte politiek in mijn ogen was geen interventie, maar ook geen toegevingen aan de uitspattingen van Gaddafi. Een project voor Libië moet dus de zaak, de situatie van de olie laten overleven zoals het is, omdat die olie heel kort bij is in Europa. De olie komt van ver, dus die olie is goedkoper omdat er geen transport is. En dat moeten wij kunnen bewaren. Het water is interessant en de landbouw die vlak voor ons deur kan ontwikkeld worden. Europa heeft een tekort aan landbouwgrond. Er zijn heel weinig landen, behalve Frankrijk en Hongarije en Denemarken, die onafhankelijk zijn voor hun voedsel. Frankrijk produceert overvloed. Denemarken heeft altijd overvloed geproduceerd. Hongarije ook wegens vlees. Ik kan daarover meer uitleggen, maar dat is het onderwerp van vandaag niet. En daarmee dus, dat is mijn conclusie, dus was beter een statu quo dan een burgeroorlog waar men niet weet wat daaruit komt. Is dat een tweede Afghanistan of een tweede Irak? Weet men niet. Nu ben ik klaar uw vragen te beantwoorden. Er zijn er zeker en vast enkele. Oké, vragen?